Goedenavond en welkom bij onze eerste speciale uitzending van Oud-Olympiërs. 3 weken lang kijken we terug op de sportieve prestaties van turnster Elvira Becks, judoka Ben Spijkers en roeier Teun Beijnen. In 1992, tijdens de Olympische Spelen van Barcelona, heeft Nederland na 16 jaar afwezigheid weer een deelneemster in het Olympisch turntoernooi. De 16-jarige Elvira Becks uit Malden verbaast zichzelf en de hele wereld met een nog steeds uniek Nederlands puntenrecord. Maar kort daarna neemt ze meteen weer afscheid van de turnwereld. Ze volgt haar dromen, reist de wereld over met Cirque du Soleil en komt uiteindelijk weer terug bij haar oude clubje, de Hazekamp in Nijmegen. Strek je standbeen goed door, hè? Wat vrolijk kijken, hè, Julia? Ja, glimlach is leuk. Ah, bijna, Kim. Blijf lastig. Het zwaaibeen blijft alleen iets te lang voor. Ja, het kan wat scherper naar achter. Ik heb hier zelf nooit getraind. Het was een hal, zeg maar, aan de andere kant van de straat hier. Daar was de turnhal waar ik getraind heb. Met zelfs nog in een heel klein sportzaaltje waar je aan moest lopen voor van de sprong uit de kleedkamer bijvoorbeeld. Doen we nog 1 keer. Ja, kort afzetten. Zwaaibeen echt 45 graden en scherp naar achter. Elvira Becks traint 6 dagen per week de topsportselectie van gymnastiek en turnvereniging De Hazekamp in Nijmegen. Samen met Edwin Segers staat ze aan de basis van de terugkeer naar de top. Afgelopen mei debuteerde een van haar pupillen in de nationale selectie bij het Europees kampioenschap. Het kriebelt gewoon als je hier in de turnhal staat. Ik kan me gewoon heel goed inleven in wat de meisjes, hoe ze voelen, hè, als het niet gaat. Hun, ja, gewoon hoe dat kriebelt van binnen. En als je dat ziet, ja, je wilt zelf, je wilt... Ja, hoe kan je dat uitleggen? En je weet hoe het voelt. Ja, ja, precies. Het is echt... ja, en hier word je het heel veel aan herinnerd natuurlijk, ja. Ook, hè? Ja. Nou ja, het was in 92 en toen ben ik gestopt. Dus hoeveel jaar is dat weer geleden? 20 volgens mij. Oh, dan voel ik me echt erg oud. 20 jaar. Oh, ja, dat klopt. Ik word 36, ja. Oh, 20 jaar geleden. Ja. En het zit nog steeds allemaal hier, al mijn oefeningen gebrand, hoor. Dat is wel echt... NOS-commentator Hans van Zetten mocht de meerkampfinale in Barcelona live bijwonen. De oud-bondscoach, een instituut op turngebied, heeft in het boek De Beste Nederlandse Sporters van de Eeuw een speciale pagina gewijd aan de prestatie van Elvira Becks. Soms ontstaat de maatschappelijke waardering voor een topsportprestatie achteraf, na beëindiging van de actieve carrière. Dat is het geval bij Elvira Becks. Tijdens de Olympische turnwedstrijden van Barcelona bereikt de ranke gymnaste de individuele meerkampfinale. 40 punten is de maximaal haalbare totaalscore. En de jury kent op 30 juli 1992 in het overvolle Palau Sant Jordi turnmeisje Elvira Becks 39 punten toe. De totaalscore staat in de Nederlandse turngeschiedenis te boek als het puntenrecord van de 20e eeuw. Op naam van de 16-jarige Elvira Becks uit het Gelderse dorp Malden. De kleine groep van turnkenners realiseert zich het unieke karakter van deze sportgebeurtenis. Nederland vraagt zich af, wie is Elvira Becks? Het mooiste? Wauw, de opening. Wauw, ik liep als... Nou, volgens mij had ik de hele tijd mijn mond open, want...
al die beroemde sporters, Michael Jordan en wauw, daar liep je gewoon naast, daar stonden we bijna naast. He, dan loop je daar het stadion binnen, want Nederland kwam natuurlijk als een van de laatste landen, dus iedereen klappen en enorm stadion en je wist gewoon niet waar je naartoe moest kijken. Dat is echt iets, dat neemt niemand mij ooit meer af. Ja, weet je, als ik dit openmaak, dit is gewoon, dit is van de Olympische Spelen dan. Zelfs mijn rugnummer zit erin. Dat, ja, alsof ik het vandaag weer herbeleef. Dit is, zijn echt met foto's, actiefoto's. Mooie tijden. Wie is dit allemaal zo mooi bijgehouden? Ja, mijn lieve mama. Want mijn mama is heel... Ja, heeft veel voor me gedaan. Alle twee mijn ouders hoor. Mijn vader en mijn moeder natuurlijk. Zonder hen had ik dit ook nooit kunnen halen, kunnen bereiken. He, ze zeggen altijd met turnen, het is een driehoeksverhouding. Het is turnster, trainster en de medische begeleiding. En als dat cirkeltje eigenlijk goed is, dan heb je kans dat het echt slaagt. Ja, alles staan in koffers, eigenlijk hier bij mijn ouders op zolder. Dus als ik dan weer iets nodig heb, dan moet ik alles weer openmaken. En dan, ja, dat duurt me echt een hele dag. Want dan zie je weer fotoboeken, dan zie je foto's, dan zie je spullen, turnpakjes. En dan denk je, oh, kijk eens, mama. Elsa, kijk eens, dit was mama. Ja, dus ja. Het zijn gewoon hele grote herinneringen. Dit is wel heel lachen. Dit is mijn eerste Nederlands turnpakje. Ik was daar zo trots op. Echt, en dan rood en blauw. En je kunt het niet meer vergelijken met de turnpakjes van nou. Mijn zus die had een vriendinnetje en die zat al op turnen bij de Haaskamp. En die mocht een vriendinnetje meenemen, dus die wou eigenlijk mijn zus meenemen. Maar mijn zus had er echt helemaal geen zin in. Toen zei ik van, oh, ik wil wel mee. Want ik zat toen de tijd eigenlijk op wedstrijd zwemmen. Dat was helemaal niks. Echt, iedereen had al, ik weet niet hoeveel baantjes, en had al vier en net één baantje. Ik dacht van, oh, mam, dit vind ik echt niks. Bah. Nou, dus toen ben ik eigenlijk met dat vriendinnetje van mijn zus meegegaan. En een heleboel trainers zagen me echt helemaal niet zitten. En er was net een nieuwe trainer bij de Haaskamp, Pieter Schaafsma. Dat was mijn allereerste trainer. Die zag het wel zitten en die is toen met mij gaan werken. En de eerste indruk die ik van haar kreeg was toen ze 10 jaar was, in 1986... waar ik uitgenodigd werd om een paar gasttrainingen te geven bij de Haaskamp in Nijmegen. En daar was Pieter Schaafsma op dat moment haar trainer. En zij was 10 jaar en ze zat in een groepje van 4 meisjes. Maar wat gebeurde daar namelijk in die eerste 4 dagen dat ik met haar trainde? Dat wij leerden de reuzendraai aan de brug liggen. En dat was toen in die tijd al een vrij spectaculair onderdeel. We hebben het over 20 jaar geleden. En als een meisje 1 keer rondgaat, wat natuurlijk een hele emotionele belevenis is, dan is het vaak zo in het begin dat ze daarna even weer wil staan op beide voeten om even weer bij te komen. Elvira niet. Elvira begon in de handstand, ging rond, vond het hartstikke leuk. We deden er gelijk een tweede keer achteraan. We deden er een derde keer achteraan. Nou, Elvira leerde dat ongelooflijk snel. En ik had toen al in de gaten dat ze een gevoel voor zwaaien had dat ongekend was. En dat zagen we 6 jaar later ook op de Olympische Spelen aan de brug met ongelijke liggers. Het frelle meisje Elvira Johanna Maria Beks uit Nijmegen hier op de brug met de ongelijke leggers. Dat ging goed en ze kwam tot 9.750. Ik had een hele mooie katje. Echt. Nee, die was heel hoog. Ik heb een foto en die is zo hoog, je ziet de brug liggen bijna niet meer. Zij was ook de turnster die sprong de Yurchenko-techniek over het springpaard nog. Niet de Pegasus, maar het springpaard. Met een hele schroef. Nou, 1992, 20 jaar geleden, dan was je gewoon top. En dat deed ze ook nog goed. Want ik kan me nog de beelden herinneren
die we kregen toen ik daar op de commentaarpositie zat, waarin zij echt een sprong maakte. Perfect tot stand, helemaal verzorgd, esthetisch correct, technisch zuiver. Geweldig. Sinds 1976 in Montreal hadden we geen turnster meer op de Olympische Spelen. Maar hier in Barcelona staat Bex in de finale. Oh, jammer, dat rechtervoetje, dat ene pasje naar achteren, dat kost haar tenminste 1/10 van een punt. Omdat ik dus live die wedstrijd becommentarieerde, dat ik misschien tijdens de andere oefeningen die niet in beeld waren, een soort radioverslaggever werd. En dat ik dus dan tegen de kijkers zei van, nou, nu word ik even de radioverslaggever, want u ziet een andere turnster, maar buiten uw beeld gaat Elvira Bex in actie. En heb ik daar als een soort radioverslaggever haar oefening becommentarieerd, om toch maar dat gevoel over te dragen van, van die unieke wedstrijd die daar toen in Barcelona plaatsvond. Ja, prachtig plaatje. Coach Gert-Jan Nieuwstad er nog even bij. Ja, Gert-Jan is en zie ik nog steeds eigenlijk een beetje als mijn tweede vader. Ik bracht zoveel tijd met hem door. Gert-Jan, die heeft mij, en dat had ik op dat moment ook echt nodig, mentaal gewoon heel sterk gemaakt. Kijk, hoe ik nu ben, komt ook mede door Gert-Jan. Ja. Ik begon als assistenttrainer en en Elvira was een van de betere, een van de grotere talenten. Maar ze kreeg niet zo goed een vluchtelement op brug onder de knie. Dus dat mocht ik dan proberen, want het was niemand gelukt. Dus dan kom je uiteindelijk bij de assistent terecht. Toen ik op Papendal kwam, had ik eerst een andere trainer, Willem Veldman. Maar die op een gegeven moment ging die weg. Toen hadden ze een Oost-Duitse trainer. Die werd mijn trainer en ja, dat was echt een trainer die Elvira helemaal af wou breken en weer helemaal op zijn stijl op wou bouwen. Nou, dat werkte totaal niet. Ik weet wel dat ik anders was dan andere trainers. Dat ik, ik had ontzaglijk veel respect voor al die meiden. En ik vond ook dat ze, dat ze ook een groot deel inbreng moesten hebben. Je staat 30 uur in de zaal, het is de carrière van die meiden. En ja, dan moet je het gewoon samen doen ook. Dan moet je er niet, vind ik, als dictator voor staan en zeggen nu links en nu rechts en nu mag je ademen en nu niet. Als we een wedstrijd hadden van de Nederlandse groep, had iedereen het goed gedaan, behalve ik. Ik kreeg altijd op mijn kop, altijd. Ja, dat werkte echt niet. En op een gegeven moment, toen ik nog turnde, hadden we een keuzeoefenstof en een verplichte oefenstof. Dus toen waren we onze verplichte sprong aan het trainen. Dat was een overslag, zo hoek, struik, halve draai. Echt irritant, dat kan niet, maar de hele wereld moest dat doen. Dus ja, dat moest Elvira ook doen. En oh, ik was zo kwaad op Herm Tietsch noemde me altijd, mijn kleine smoekstuk. Ik kreeg echt spontaan nog kippenvelden van. Maar, Elvira liep aan en ik zat alleen maar. Toen deed ik overslag. En toen landde ik, toen kwam ik met mijn oog tegen mijn knie aan. Dus bloeden, nou, ik dacht dat ik blind was, echt. Nou, toen hadden ze het daar gehecht. Toen kwam ik terug in de zaal, ik zei, zo. Of ik stop, of ik ga bij Gert-Jan trainen. Ze had een programma wat goed genoeg was. Ze had ook de vorm. Ze was ook stabiel genoeg. Maar op de Olympische Spelen gaan er zoveel krachten werken. Ook politieke krachten, om het zo te zeggen. En dat is allemaal zo belangrijk. Ook al heb je betere oefeningen dan Russen of Roemenen. Echt veel punten krijg je niet, want zo gaat dat in de turnsport. Grote landen krijgen veel punten en Elvira, Nederland, waar ligt dat? Nee, maar bij wijze van spreken. Goh, zo'n klein land, zo'n klein meisje en potverdrie dan toch echt, want ze turnen gewoon goed. Ze was gewoon wereldtop. Ja, toen de tijd was nog een achtkamp, dus je moet 8 toestellen echt op topniveau turnen. Dus het was wel heel erg bijzonder wat daar gebeurde. En zo'n hoge score. Ze scoorde geloof ik 9,5, tussen 9,5 en 10 gemiddeld. Ja, dat is extreem. Dat heb ik
Lange tijd niet meer gezien, om het zo te zeggen. Ja. Ongekend. Is ook nooit meer verbeterd. Niet in de vorige eeuw en ook niet daarna. Elvira Becks heeft wat dat betreft gewoon het puntenrecord in de geschiedenis van het Nederlandse turnen. Maar wel het puntenrecord van maximaal haalbare 40, hè? Want we hebben nu een ander systeem. Ja, dat is echt te gek. Ik hoop het wel, maar ja, het is nou echt gelukt. Kijk, dat Elvira Becks zich zeg maar, tussen de grootte der aarde turnt, dat valt natuurlijk op. Daar kun je natuurlijk als land heel trots op zijn. Maar omdat Elvira Becks daarna gelijk haar bakens verzette en verder ging in de danswereld, hebben we daar eigenlijk niet heel lang van kunnen nagenieten in Nederland. Tijdens de 36 beste, dat was mijn laatste toestel was vloer. In één keer zag ik mijn ouders in, hoe heet dat ding? Palais San Jordi, zoiets. Zag ik mijn ouders zitten en ik zag mijn vinger op. Oké, laatste, geniet ervan. Ik wist gelijk, ik had er nog nooit eigenlijk over nagedacht. Dus van, hey, dit wordt mijn laatste oefening. Ik ga stoppen. Raar, hè? Ja, daarna is het, kwam er van turnen niet zoveel meer. Want ze kregen allerlei, ik weet niet waar ze allemaal geweest is. De ene naar de andere talkshow en opening en presentatie. En dat was fantastisch. Ze konden echt van genieten. Ze was echt ook een soort bekendheid geworden. Die kleine krullenbol die alle harten had veroverd. Ja, dat was... Was heel erg leuk, ja. Veel tv-shows waar je ook nog een keer in bent geweest, hè? Ja, klopt. Ja. Had ze een verrassing voor me in petto. Ja. Waar was dat ergens? Bij wie? Ursel de Geer. Ik weet niet hoe dat programma heette toen de tijd. Nou, bij Ursel of zo. Ik weet niet. Toen kwam mijn vader dus met een heel leuk idee om op het liedje van Corrie Konings, echt het mooiste liedje natuurlijk, mooi was die tijd. Nou, hadden we een tekst opgeschreven. En op dat liedje heb ik voor Gert-Jan een afscheidlied, zeg maar, gezongen. Ja, dit is de tekst. Mooi was die tijd dat ik met jou samen trainde. Dat was voor ons toch even. Net als een storm vloog ieder uur snel voorbij. Mooi was die tijd, maar dat geluk, die mooie jaren, die mooie uren, konden niet eeuwig duren. Wat ook de reden. Jij bent voor mij die echte trainer gebleven. Maar ik wil nu gaan dansen. Barcelona was toch het hoogtepunt voor ons. Ja, mooi. Zij ging toen vrij snel naar Lucia Martas, dansschool Amsterdam. Toen ging zij eerst het musical circuit in. En kreeg regelmatig nog een uitnodiging of een dingetje. En dan gingen we wel eens een musical kijken waar ze dan in optrad. Cats heeft ze gedaan. En nog in Brussel zijn we een keer geweest. Lion King of zo. Nou ja, ik weet niet. En dan ontmoeten we elkaar wel. Maar zij ging ook steeds meer de wereld over. Later in Cirque du Soleil. Nu zat ze in Amerika, Canada. Dus ja, uiteindelijk verloopt dan een beetje het contact. Nou oké, dit zijn Kerst en ik heb mijn strijkijs, alles staat al hier voor mij. Als ik ergens naartoe ga, ik heb al mijn spullen. Maar van daaraf zijn allemaal koffers en alleen maar spul voor mij. Hoe erg is dat? Maar ja, met circus 10 jaar, je leeft alleen maar van koffers. Echt leren, hè? Maar ja, dan ga je niet meer lopen, weet je. Jo, leuk! Ja. Toen ik Musical Joe aan het doen was, had Cirque du Soleil naar de KNGU opgebeld. KNGB heette dat toen nog, maar KNGU. Of ze iemand hadden die acrobatiek kon doen en kon dansen en kon zingen. Dus toen dachten ze gelijk eigenlijk aan mij. Dus toen hebben ze mij gebeld of ik
daar naartoe wou komen. En sindsdien eigenlijk na Joe ben ik dus gelijk naar Cirque du Soleil gegaan. Hello, I'm Elvira Bex. I'm 25 years old. I'm from Holland. I'm in Cirque du Soleil Alegria for 4 years and I'm in the number fast track. Ja, ik moest weer acrobatiek doen. En dat was sinds het turnen, echte acrobatiek. Ja, dat had ik al een paar jaar niet meer gedaan. Dus toen ik daar naartoe ging, ja, ik wist niet of ik dat nog wel kon. Maar je kon het nog wel? Ja. Alegria was echt op een kruislinkse trampoline. Daar deed ik acrobatiek. Ja, daar waren we personages, maar geen hoofdrol of wat dan ook. Het meer ensemble. Toen ben ik naar Salt en Banco gegaan en daar had ik dus echt een eigen karakter. Het was super karakter. Fiona, wel eigenlijk transfo Fiona heette dat meisje. Dat was een jong iemand die net eigenlijk haar seksualiteit aan het ontdekken was. Dus ik mocht mannen aanraken en allemaal dingen doen, maar hun mochten mij niet aanraken. Op een gegeven moment, tweede acte. Ik liep ook altijd in een pak in de eerste acte, als ik als Fiona opkwam natuurlijk. En begin van de tweede acte, dat was echt super. Dan stond ik helemaal midden op de mat, midden van het toneel. En dan had ik mijn pak aan en dan scheuren ze als ware dat hele pak van mijn lichaam af. En ik had een boa en ja, dat was super. Echt super. Het is echt één familie. Je maakt samen, maak je elke dag, zo 1 of 2 keer per dag, zet je echt een show neer voor het publiek. Ja, schitterend. Je hebt in die tijd heb je ook een relatie gekregen? Ja, met een Rus. Die zat ook in Alegria. Ja, toen was ik zwanger. Dus ik heb, wel, mijn dochter is inmiddels 12. Tot haar 4e jaar heeft ze echt overal met mij gereisd. We hadden daar mannen die in de show zaten, die hadden altijd hun vrouwen eigenlijk mee. Dus die paste eigenlijk op Elsa. Ik had echt een babysitter daar. Ze was heel wijs, omdat ze echt met oudere kinderen optrok eigenlijk. Ze was heel erg toe aan iets stabiels, aan vastigheid. Dus toen heb ik met mijn ouders overlegd. En zij vond het niet erg als Elsa dus hier naar school ging. Dus met 4 jaar eigenlijk is Elsa bij mijn ouders komen wonen. Is hier naar school gegaan. En ik reisde toen nog met circus mee. Wat voor mij super moeilijk was. Want ja, elke 7-8 weken kwam ik dus een week naar huis om bij Elsa te zijn. Ik heb een heleboel dingen gemist. Maar aan de andere kant heb ik ook wel weer de kans gehad om mezelf nog zoveel te ontwikkelen in het circus. Maar ik zou het niet meer zo doen hoor. Nee. Nee. Overal waar Elsa nu gaat, ga ik ook. Maar zo zag ik er op het toneel uit. Pas je hem nog, denk je? Ik denk het wel. Moet ik hem opzetten? Ja, dus. Het ziet er een beetje raar uit hoor, zo zonder make-up. Oh god, hij is een beetje antiek nou hè. En dan met de make-up en alles hè. Ja, maar... Nee, dat staat niet zonder make-up.
Elvira Bex reist in totaal 10 jaar rond de wereld met Cirque du Soleil. Tijdens de training van de show Alegria in Perth komt ze ongelukkig ten val op haar nek. Na een langdurige revalidatie herstelt ze en toert ze verder met het Canadese circus. Toch blijft ze last houden van haar nek. En na veel getouwtrek, verzekeringswerk en rechtszaken wordt haar contract verbroken. Tot op de dag van vandaag ondervindt ze nog hinder van haar dubbele nekhernia. Ik heb echt 10 jaar gewoon super naar mijn zin gehad. Ik zou het zo weer doen. Alleen, ja, mijn nek, ja, dat is een groot klein minpuntje. Maar dat betekent nog niet dat ik mijn 10 jaar in één keer helemaal, dat was niks. Ik was echt zo blij toen ik hoorde dat ik goed gekeurd was. Ja, maar wat deden ze dan precies? Nou, ze gingen echt alles bekijken. En toen zei ze, Elsa, je bent afgekeurd. Nee, ze zei zo, veel succes met je dansopleiding. Oh, echt? Oh, Elsa gaat de dansopleiding in Amsterdam doen. Ze gaat eigenlijk hetzelfde wereldje als jou in. Ja. Ja. Eerst wou ze dat qua turnen. En nu dus met dansen. En het leuke is, een heleboel mensen waar Elsa nu les van krijgt. Of ik heb ze in de musicals ben ik ze tegengekomen. Of Lucia zelf. Nou ja, ik heb daar ook gedanst. Dus hey, al vier, weet je. Ja, dat is echt leuk. En wat voor liedje dansen jullie op dan? Ja, weet ik niet. Ze heeft het allemaal gemixt. Oh, eigenlijk echt? Mag ik deze meenemen, want we moesten het op een stikje zetten. Ah, oké. Okay. Ja? Ja, dan kunnen we zometeen wel meenemen. Weet je, voor mij is het belangrijkste, zolang Elsa dit echt wilt en echt er alles voor over heeft, zou ik haar in alles steunen. Ja, niet in, want dat hebben mijn ouders ook echt nooit gedaan in de pushen. Je moet je dippen. Weet je, ik heb heel veel mensen, turnmeisjes, zo zien sneuvelen, omdat ouders echt alleen maar, je moet. Mijn ouders zeiden juist, Alvira, ik vind het heel leuk, ik zal alles voor je doen. Maar als je wil stoppen, graag. Hey, maar wel super hoor. En dan kunnen we lekker huisje gaan zoeken hier. Spannend. Spannend? Ja. Huisje is spannend. Ja, tuurlijk. Zo makkelijk krijg je geen huisje hier. Dat is wel waar. Nou, krijgen doe je het sowieso al niet, of wel? Kopen. Kopen? Ja, maar dat... Huren. Ja. Ik weet niet. We kunnen niet zo in één keer kopen. Dan moet mama een hele rijke man hebben. Nee. Ja, nee. Anders kunnen we toch niet kopen? Nee. Waarom nee? Mama wil niet altijd alleen blijven. Geen man. Een vrouw dan? Nee. Oké. Ik dacht al, mag dat wel? Nee. Dus dat betekent dat ik... En dat is heel moeilijk. Het was geen makkelijke beslissing. Maar omdat ik Els al wel best wel lang in het begin van het leven moest missen, heb ik deze keuze gemaakt van dat wil ik niet meer. Ik wil echt bij Elsa zijn. Maar dat betekent wel dat ik geen turnles meer geef, dus hier in Nijmegen. Maar ja, we zijn aan het kijken. Misschien doe ik het nog 1 of 2 daagjes, weet je, want dat zijn ook mijn baby's. Dat zijn mijn... Wauw, ik zal ze ook missen en ik zal... Wauw. Ja, bijna een traantje laten, maar... Ja, dat was een hele moeilijke keuze. We gaan lekker naar binnen. Koud. Ik ook. Nou, kom maar. Dit is haar lust naar leven. Dit, wilt ze echt doen. Dus ook de dansopleiding. Hè? Helemaal hier naar Amsterdam toe komen. Ja, dat wil zij. Dat is haar droom en haar wens. 1, 2, 3, 4, maar je moet voorbij. Kijk naar het voorbeeld hier. Elsa is vrij lenig.
En heeft ook echt een hele uitrij. Die kan echt... Ik kan dat niet. Ik kan mijn knieën niet strekken, maar die staat echt helemaal... Wat kan je nog wel, Elvira? Ik kan nog een spagaat. Moet ik zeker doen. Wil je mijn spagaat zien? Nou, komt-ie. Mijn broek een beetje omhoog, hè? Niet lachen, hè? Tadaa! Tadaa! 5, 6, 7 en... Zoals mijn ouders mij nooit iets hebben verboden om te doen, verboden om te turnen of wat dan ook, wil ik nou Elsa steunen, wat mijn ouders mij eigenlijk altijd gedaan hebben. Als je kan, luister, als je doet. Boom, zaag gelijk. Boom, boom, aanzet, drop. Ik hou van mensen die echt voor iets een doel hebben en daar echt alles voor over hebben. En dat merk ik aan Elsa met dansen. En ja, wie ben ik om dan te zeggen, nee Elsa, je mag niet. Ik vind het gewoon schitterend dat ze echt een groot doel heeft. Zo was mijn grootste doel in het leven altijd Olympische Spelen. En ja, daar heb ik ook alles voor over gehad en gedaan. Dus ja, ik vind het alleen maar mooi als mensen dat hebben. Wat dat betreft lijken jullie wel heel veel op elkaar, hè? Stiekem wel. Tot zover sparren van vanavond. Volgende week kunt u kijken naar een portret van Ben Spijkers, die op 3 Olympische Spelen actief was als judoka. Heel graag, tot dan.